Ga nou even duren in ieder geval. En natuurlijk niet te vergeten, Infernal Dragon ook oppakken. En hier gaat er Knight wederom voor de engage op Rako. Maar Hades was nog niet heel erg dicht in de buurt. Maar we zien hoeveel damage dat Knight al kan doen. Net wat hulp van Hades blijkt genoeg. En ze pakken de volgende kill op. En Rako staat al 0-3-0 nu tegenover Knight. Met al die Sheen procs na elkaar. Rako die een paar keer gesloten werd. En dan Hades die nog even bijkomt voor de finish. Hier Yuki die ervoor gaat. Alleen heeft hij hier de damage wel. Het lijkt er net. De Knight net out of range van de turret. Er was nog één hit, maar hij kon altijd eruit flashen. Maar nu weet hij van oké, goed, er komt een teleport aan. Ik moet maar gaan kijken of ik een turn kan maken. Yuki gebruikt dan zijn stopwatch. Daar komt ook nog eens een keer de Ornn ult eraan. Maar Yuki hier een grote probleem en Knight die pakt hem gewoon. Die nu de Blue buff kan gaan contesten of zelfs Invocation hier bij zijn wolves kan gaan challengen. Die moest weggesmite worden, maar Albatraver heeft een level lead. En zin zou tegen Zack win je die 1v1 echt wel. Daar komt de hulp van Kalmel, maar de vraag is of die hier op tijd is. Nou, Albatraver al een beetje een probleem, maar Furay kan wel de blast komen gebruiken. Komt hier over de muur in. Zo zit er dan achter Invocation. Wordt daar in zijn passive gegooid. Albatraver moet nog steeds wel oppassen, want hij is heel erg low. Maar er is genoeg support. Daar komt dan Nightmares aan. Black Shield was helaas op Furay gegooid. Staat toen in zijn passive vorm. Albatraver gaat nog wel een keer dood voor zijn tweede death van deze game. En Carnamel besluit dat hij nog niet genoeg manen had. 4 Tears is zeker beter dan maar 1. Dat zagen we ook in de Ezreal build zoals die nu gebouwd wordt. En dan eindigt hier eigenlijk net iets later dan had gemoeten de game. Deze game was sneller over mogen zijn. Maar Afrikaai is terug de bot. Ja, wilde move maken. Boom, een goede sidestep daar. Om in ieder geval de binding te ontwijken. Nu dan kunnen we misschien kijken voor de wingate, want daar komt Champagne aan. Die gaat hier de damage gooien en de kill wordt opgepakt door Mythios. Ja, Dafka is dan low. Dat is eigenlijk de target waar ze voor willen gaan. Maar Barthione is de enige die binnen bereik is. Maar die kan gewoon veilig teruglopen naar zijn turret. Geen flash meer voor hem. Maar we zien hier wel dat Pouza, die zit hier in de backside. Die pakt dan de kill op Afrikaai. Nu kunnen ze hier Barthione insluiten. Het is wachten op de miniwave. Barthione kan nergens heen. Krijgt dan nu al zelfs wat damage van Pouza. Maar nu wordt dan de duif opgezet. Wie is degene die gaat tanken? Het lijkt erop dat Pouza het wordt. En daar is dan de kill netjes opgepakt. Champagne nu met 2-0.